bedrijven komt niet zelden neer op het jezelf opzadelen met een probleem. Neem bijvoorbeeld al die mensen die schrijver willen worden. Volgens de meest recente peiling zijn dat er in Nederland ruim 1 miljoen. Met de huidige toestand zullen daar alleen maar aspirant schrijvers bij zijn gekomen. Eindelijk eens tijd dat boek waarvan ik altijd heb geweten dat ik het in me heb te schrijven. En daarin zit hem het probleem. Om schrijver te worden, moet je een boek schrijven. En om een boek te schrijven, moet je iets hebben om over te schrijven. Gelukkig zijn er sinds de uitvinding van de drukpers al zoveel boeken geschreven dat er meer dan genoeg boeken zijn om over te schrijven, meer dan een mens in zijn hele leven over kan schrijven. Het probleem bij het overschrijven van een boek is echter dat je dan een heel boek moet overschrijven. Je kunt misschien beter eerst eens een kort verhaal overschrijven. Dan is het probleem waarmee je jezelf opzadelt in ieder geval van kortere duur. Nog beter is het een zogenaamd ZKV over te schrijven, daarmee kan het probleem soms al in één dagdeel verholpen zijn, een dagdeel waarmee je anders waarschijnlijk toch geen raad had geweten. Maar het kan nog korter, je kunt bijvoorbeeld een boodschappenlijstje overschrijven. Of je horoscoop, vooral vandaag, schorpioen. Of alles wat Dobby in de Disneyfilm Sneeuwwitje zegt. Normaal gesproken worden boodschappenlijstjes, horoscopen en de dingen die Dobby zegt niet tot de literatuur gerekend, totdat ze in naam van de literatuur worden geschreven. Of overgeschreven. Si je dis que c'est littérature, c'est littérature. Om Marcel Duchamp te parafraseren. En als je Duchamp niet gelooft, moet hij maar eens een boodschappenlijstje van Gerard Reven op eBay te koop aanbieden. Een van de eerste dingen die ik overschreef, was een recept voor aubergine met miso. Maak met een scherp mes een ondiepe inkeping in de buitenrand van elke plak aubergine en een ondiep kruis in de bovenkant. Giet de olie in een diepe, zware frituurpan tot een laag van 8 cm diep. Verhit de olie tot 190 graden Celsius. Doer de plakken aubergine in en frituur ze in ongeveer 5 minuten goudbruin. Schep ze uit de olie en laat ze uitlekken op keukenpapier. Schik de plakken op een dingbord. Verhit de sumiso-saus in een pannetje op laag vuur en lepel hem over de aubergine. Garneer met lente-ui en wat sesamzaad. Aubergine met miso. Shunsuke Fukushima, koken met stijl Japan. Good Cook Publishing, 2004. Niet veel later schreef ik een songtekst over, Where Did You Sleep Last Night van Libelly. My girl, don't lie to me, tell me where did you sleep last night? In the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver the whole night through. My girl, where will you go? I'm going where the cold wind blows. Where did you sleep last night? Tekst en muziekadaptatie die William Ledbetter. Voor een aspirant schrijver geen slecht begin, maar het ontbrak onmiskenbaar aan iets eigens. Toen las ik over de cut-up techniek. Cut-up is een literaire techniek, geïnitieerd door Brio Giesin en ontwikkeld door William S. Bureaus en Alexander Trotsky, waarbij tekst uit bestaande bronnen worden verknipt en in een nieuwe combinatie wordt samengevoegd. Overgeschreven van Wikipedia. Ik besloot de techniek toe te passen op mijn twee teksten over aubergines en pijnbomen. My girl, my girl. Maak met een scherp mes een ondiepe inkeping in de buitenrand van elke plak aubergine en een ondiep kruis in de bovenkant. Don't lie to me. Giet de olie in een diepe, zware frituurpan tot een laag van 8 cm diep. Tell me where did you sleep last night? Verhit de olie tot 190 graden Celsius. Doer de plakken aubergine in en frituur ze in de pines. In ongeveer 5 minuten goudbruin. Schep ze uit de olie en laat ze where the sun don't ever shine uitlekken op keukenpapier. Schik de I would shiver the whole night through plakken op een dingbord. My girl, my girl. Verhit de sumiso-saus in een pannetje op laag vuur en lepel hem over de aubergine. Garneer met lente-ui en wat sesamzaad. Where will you go? I'm going where the cold wind blows. Aubergine met Leadbelly, Dembrandt, Atlas Contact, 2018.
Niet ontevreden met het resultaat, probeerde ik hetzelfde met twee andere overgeschreven teksten, een boodschappenlijstje en een verzameling met citaten van Emile Cioran. Aquafresh Extreme Clean Pure Breath Whitening. Jaburin Zirni Sonjamat. Zen White Lotus 24 Hour Extra Dry and Soft Deodorant. Latin Williams Nietate Druk Matin Overhead 11. Lecomener Tok Nietate 11 Week. Head and Shoulders Anti-Pellicule Eye Smooth and Silky Conditioner. Het 11 is Drala Glish Combat Het Idee van Zelfmoord Bestalat. Gillette the best a man can get. Het loont zich niet zichzelf te doden, want men doet zichzelf altijd te laat. Paracetamol, melatonin en oxazepam. Waar toe dienen al die pijnen? Ik ben geen dichter die er gebruik van kan maken of er trots op kan zijn. Groen ziep, genaai stootjes en handen oortien. Gedicht met handlotion, Den Brand, Atlas Contact, 2018. En dan nu de overschrijfopdracht. Schrijf zelf een aantal teksten die u aanspreken over uit een tijdschrift, of een krant, een roman, een korte verhalenbundel, een poëziebundel, een kookboek, een dagboek, een column uit de tv-gids, een weerbericht, een rouwbericht, een contactadvertentie, een weblog, een discussie op een internetforum, de website van het RIVM, is rvvdr, opgestapt.nl, marktplaats of de Google zoekresultaten voor cut-up, enzovoorts, 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 etcetera, enzovoorts, 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 etcetera, enzovoorts, 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 en kiezer 2, of 3 uit die bij elkaar lijken te passen, of juist niet, knip ze in stukken. Plak de knipsel samen met lijmen en unieke tafelbloemen, stuur het resultaat naar de nieuwe oost.nl, wel citeert. U bent nu schrijver.